Kom op, armen. Even volhouden. Ik weet het niet, hoor, Lucky. Je weet toch hoe de stem van Maricella door de baai echoode? Als we genoeg geluid maken, hoort de boot hopelijk ons signaal. En wat is plan B als dit niet werkt? Het moet werken. Blijf klimmen. Ik zie werkelijk geen hand voor ogen. Jij? Nou, verdraaid. Kijk uit voor de kust! Stop! Ze stoppen niet. We moeten nog meer geluid maken. Maricella? Wat doe jij nou weer hier? Ik werd ongerust toen jullie niet terugkwamen. Met de mist en zo. Hoe zijn jij en Mysteria naar boven geklommen? Geklommen? We namen het pad dat ik de vorige keer vond. Is er een pad? Een schitterend pad met prachtige kamperfoelie. Dus wat voor spannende activiteit staat er op het programma? Er komt een schip aan en dat... Nou, maak geluid! Kijk uit! Hey, schip! Stop! Hey, schip! Kijk uit! Jullie zijn duidelijk nooit in het Teatro di San Carlo geweest. Voor een akoestische projectie moet men de ruimte in zijn voordeel gebruiken. Joehoe! Boot! Ik ken het perfecte zeemanslied voor deze gelegenheid. Varen was nooit zo fijn... Tot door een mistgordijn. We hadden de haven al moeten zien. Waar is hij? Ik niets meer zag. Duister was die dag. Die mist bleek roze zijn. Varen was ooit zo fijn. Tot door een mistgordijn. Ik niets meer zag. Gezang? Dan is de kust vlakbij. Gooi het anker uit, voor we vastzitten. Oh, gelukkig. Skipper, kijk hoe het met de vicepresident en zijn familie gaat. Hij kan nogal snel van slag zijn. En wat zei het schoolhoofd? Het schip gooide net op tijd het anker uit, waardoor het niet tegen de baai is geslagen. Dan is het die vermoeide armen en keelpijn waard. Maricella, ik geef het niet graag toe, maar je hebt ons echt geholpen. Dank je. Geen dank, hoor! Je wil nu vast terug naar je luxe vriendjes, of niet? Eerlijk gezegd, houd zelfs ik het niet de hele dag uit met mezelf in viervoud. Nu weet je hoe het voor ons is. Oh, Prue, kom hier. Jullie meid is terug. Oh, Maricella, moet je... Huilen? Oh, grutjes, nee. Dit is om de modder van je gezicht te vegen. Het is niet om aan te zien. Hemel, we hoorden wat er gebeurd is. Jullie zijn alle vier echt helden, zeg. Ik hoop dat je niet boos op ons bent, Maricella. Het spijt ons als we nogal onbeleefd waren. Excuses. Mijn excuses. Het gaat prima. Omdat vrienden net als hoeden zijn. Waar heeft ze het over? Je kan iedere dag een andere hoed op. Oeh, hoedenfeestje! Maar dat betekent niet dat je ze minder waardeert. Wat vind je ervan, Maricella? Hij past je perfect.